Dames en heren, een bijzonder goede namiddag. Het gemeentebestuur van Middelkerken heeft het genoegen u allen hier uit te nodigen, toch wel voor een uniek event. Alle even op een unieke site, de Casino site. Hopelijk heeft u zin in en zet u schrap voor een uurtje onvervalst klassiek, maar ook meeslepende filmmuziek, tot zelfs een eerbetoon aan het Zweedse fenomeen Avicii. Onder leiding van Dirk Brosset. Ik ken de Middelkerken helemaal niet. Ter voorbereiding van deze nieuwe concertreeks, North Sea Classics, ben ik hier voor het eerst geweest. Tot grote schaam en schande eigenlijk. Maar ik vind het een fantastische plek, het is een geweldige plek. Het is een ontzettend grote gemeente, laten we vertellen, de tweede grootste gemeente van de provincie. En de plek waar we vanavond dit concert hebben kunnen brengen, dat was eigenlijk uniek. Hè? Uniek in die zin dat we tegen de achtergrond van de zee, die vandaag alle mogelijke kleuren heeft laten zien, in combinatie met een orkest, Piano Musica, die dan in een unieke setting, prachtige klassieke en ter uitbreiding niet klassieke muziek heeft gespeeld. Dat is eigenlijk een unieke ervaring. We zijn met 11 kustgemeentes en je moet altijd trachten een beetje origineel te zijn. En ik vind dat het klassieke repertoire ver ondergewaardeerd wordt. Ik ben benaderd geworden door het stadsbestuur van Middelkerken en ook de producent, Star Entertainment, om te kijken of we samen iets konden doen op vlak van klassieke muziek en uitbreiding naar andere muziekgenres. En ik was onmiddellijk gewonnen voor de idee. En het is een beetje een analogie van de North Sea Jazz Festival in Nederland, dat ik dacht van waarom zullen we niet de North Sea Classics ervan maken en op jaarbasis 1 of 2 of zelfs wie weet meerdere concerten doen voor het publiek wat op dat moment zijn vakantie doorbrengt aan de Belgische kust. Vandaag in Mede-Middelkerken zijn hier 60 tot 80.000 mensen aanwezig. Dus ik denk dat er ook veel melomanen onder zitten. En dat heeft het vandaag ook bewezen, het enthousiasme bij het publiek. Voor onze eerste voorstelling, in feite een beetje een proefvoorstelling, dat we zeggen een uur gespeeld, omdat we toch volgend jaar groots willen uitpakken. En het is een prachtige proefdag geweest. Ik vind het heel belangrijk om het publiek, welk publiek het ook is, kenners, niet-kenners, neofieten, muziekliefhebbers, om die ook te laten proeven van muziek die ze nog nooit eerder gehoord hebben. En ik denk de succesformule van North Sea Classics zal precies deze zijn, dat we klassieke muziek gaan brengen die tot het collectief geheugen behoort, maar ook af en toe een paar nieuwe dingen. Het enthousiasme wat ik heb mogen ervaren bij het horen van mijn eigen compositie, iets wat ze nog nooit hebben gehoord, toch wel een gedurfd stuk. Gedurfd in die zin dat de electronic dance muziek, waarvan Avicii een zeer grote voorvechter was, dat ik zijn recepten heb gebruikt, namelijk de beat, de typische Avicii beat, in combinatie met mijn klassieke muziekstijl. En als ik dan zie hoe het publiek in Middelkerken daarop heeft gereageerd, dan dacht ik van wow, dat greep wel even naar de keel.